Voorzitter, de crisisfase is voorbij en wat is dat fijn. Er mag weer van alles. En toch is het ook onze taak om na te denken hoe komen we nu uit de crisis die daarachter vandaan komt. De crisis die mensen nog elke dag voelen. Omdat ze aan het revalideren zijn, omdat ze nog ziek zijn, omdat ze mensen hebben verloren. Of omdat ze van de ene dag op de ander hun bestaanszekerheid zijn kwijtgeraakt omdat de inkomsten wegvielen en hun baan geschrapt werd. Daar moeten we het over hebben. Daar moeten we het ook over hebben omdat we er nog niet zijn. Iedereen praat over het najaar, hoe het dan verder gaat. En daarom ben ik ook blij dat de Kamer ons voorstel heeft aangenomen om een onafhankelijk advies te vragen over hoe het gegaan is en hoe het beter kan. En mevrouw Marijnis verwees daar net al op, volgens mij is daar ook alle reden toe. Als je ziet wat er gebeurd is in de verpleeghuizen, waar mensen opgesloten zaten, verstoken waren van hun geliefden, hun vrijheid beperkt zagen en toch ongelooflijk veel mensen zijn overleden, dan moeten we willen leren. Als je ziet hoe het ging met de testcapaciteit, we hebben er hier veel over gepraat, die was er niet, daarom werd er beperkt getest. En nu horen we andere verhalen, dan moeten we daarvan willen leren. En ik ben blij met de onderwerpen die minister De Jonge heeft aangehaald, waar hij naar wil kijken. En ik vraag hem de Kamer toe te zeggen dat die adviezen ook, zeg maar, ongefilterd ook bij de Kamer terechtkomen. En ik vraag hem ons te informeren aan wie die adviezen gaat vragen. En ik vraag hem de Kamer te informeren over de opzet van de adviesaanvraag, zodat we kunnen leren. In het belang voor onze gezondheid, maar ook van onze economie. Want we willen niet nog meer beperkingen moeten meemaken om het virus te bestrijden. Juist om dat te voorkomen is dat bron- en contactonderzoek zo essentieel. En we hoorden vanochtend de baas van de GGD'en zeggen dat een van de problemen waar die tegenaan loopt is dat het moeilijk is om mensen te krijgen, want het zijn oproepkrachten en hij weet niet of er werk is. Ik vraag het kabinet om dan in dit geval betere contracten te geven. Te zorgen dat we nu mensen inhuren voor wat er de komende maanden, het komende half jaar nodig is voor onze gezondheid en voor onze economie. Maar voor die economie geldt ook dat de boodschap we zullen ons moeten aanpassen te weinig is. Grote delen van onze economie kunnen niet rendabel functioneren op 1,5 meter en dat weten we. De horeca, de heer Wilders sprak daarover, de cultuur, het kan gewoon niet. Een theater, een festival, een evenement, de bioscoop in Tiel is al omgevallen, maar dit najaar dreigt er een enorme ontslaggolf te komen die echt doodzonde is. Die prachtige bedrijven, prachtige instellingen, geweldige makers de kop zal kosten. En dat moeten we voorkomen. Ik vraag het kabinet om, nu we gisteren hebben begrepen dat er heel veel meer mag, maar die 1,5 meter voorlopig nog bij ons is, met die sectoren plannen te maken. Plannen te maken om ze er doorheen te helpen, om ze te steunen, om te zorgen dat we ook na corona, want we moeten het hebben over de wereld na corona, beschikken over die gezonde bedrijven en vooral over die banen. Want er zijn al heel veel banen verloren gegaan. Dit najaar dreigt een tweede golf baanverlies en ook die moeten we zien te voorkomen. Voorzitter, als je dan tot slot hebt over hoe het verder gaat, moeten we het ook hebben over de zorg zelf. We hebben de minister gehoord in een interview in een ander verband, waarbij hij zei, corona leert ons dat het minder marktwerking en meer samenwerking moet zijn. Precies. Die les kunnen we nu al leren en die moeten we gaan toepassen. Daar hoort bij een betere waardering van de mensen in de zorg. En we weten het allemaal. We wisten dit najaar al, nog voor corona, toen zijn die voorstellen net gesneuveld, maar we weten dat het zo is. Voeg de daad bij het woord. En helemaal tot slot, voorzitter, als u mij toestaat, vind ik het ook een gepast moment om dank uit te spreken voor iedereen die zich zo heeft ingezet in die afgelopen maanden om in ieder geval uit die crisisfases te komen. En daar wil ik ook de leden van het kabinet bedanken, die verschrikkelijk hard gewerkt hebben, waarvan de fouten echt nog wel besproken zullen worden, maar die dat ook namens ons allemaal hebben gedaan. En u vindt het vast niet erg dat ik, want het zou kunnen zijn dat het ons laatste debat met hem is, de minister voor Medische Zorg in het bijzonder wil bedanken, die op een ongebruikelijke manier, op een ongebruikelijk moment de moed heeft gehad om naar voren te stappen. Net als heel veel werkers in de zorg. Niet omdat het uitkwam, niet omdat het paste in de planning, maar omdat het nodig was. Veel dank daarvoor.